Een nieuwe video van mij. Ik ben in de kleedkamer met Shania. Hey. En Gavin. En de lezer. We hebben nou een boeking in Dutch Lounge in Heerlen. En het is een shisha bar eigenlijk. Een soort van waterpijp met allemaal smaakjes. Kan je dus roken. En dan krijg je een beetje zo'n chill gevoelachtig iets. Ja, leg ik het goed uit? Ja, jullie wel. Jullie zijn gewoon iets chillen. Ja, we hebben nou 3 rondes vandaag. 1 ronde in normale kleding. 1 ronde in led en 1 ronde in lezen. Die hebben we thuis helemaal opgeladen en klaar voor gebruik, zeg maar. Dus we gaan nu ons klaarmaken voor de eerste ronde. We hebben gekozen voor een zwarte outfit. Yay! Want zwart kan altijd. En het staat goed. Dus we gaan ons nu even omkleden. En naar beneden ook voor de eerste keer. En ja, daarna natuurlijk de andere. Dus Shania, heb je er zin in, meid? Zeker! Nou ja, wij gaan ons omkleden. En dat mogen jullie niet zien, dat is verboden. Ja. Ja, kijk eens even, pretty ladies. Da-da-da-da. Ja, dit hebben we dus aan. Wieuw. En nu gaan we naar beneden voor onze eerste ronde. Spiegel. Oké. Doei. Ja, ook onze ledronde is geweest. Kijk. Dat zijn zeg maar de outfits met de lampjes. Woe. Daar heb je dus ook nog handjes bij en een masker. Maar die heb ik al afgedaan. En nu gaan we door naar de laatste ronde. Dat is met onze laser. Yay. En die vinden mensen altijd super vet. Iedereen gaat dan altijd de telefoon pakken en foto's maken en filmpjes maken. Dat deden ze net dus ook. Ja. Lampjes en zo vinden mensen toch altijd leuk. Ik ook. Jullie ook? Ja. 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 Huh? Je was lust? Nee. En toen was ik weer thuis. Ja, het is nu 4:50. Tenminste, toen ik hier aankwam. Eigenlijk waren we rond 4:00 waren we al thuis. Maar toen opeens kwam ik erachter dat ik de sleutel nog bij me had in mijn jaszak van de kleedkamer en de deur. En ja, ze kunnen dat natuurlijk niet afsluiten. Dus ben ik helemaal teruggereden naar Heerlen. Dat is ongeveer 15 minuutjes. Dus ben ik daarheen gereden, sleutel ingeleverd. En nu ben ik hier. En ga ik douchen, slapen, naar bed. Want morgen is de intocht van Sinterklaas. Waar wij met onze showgroepen gaan optreden. Dus ik moet er rond 11:00 zoiets weer uit. Dus een paar uurtjes slaap. Dus ik moet echt heel snel naar bed. Dus voor nu, wel trusten. Hoi. Ja. We zijn er weer. Ik ga me nu even klaarmaken, want we moeten zo meteen vertrekken naar de intocht van Sinterklaas. En 2 keer raden wie weer bij mij is. Fout. Nee, grapje. Zoe! Kijk, ze is zo schattig. Bart, zie jij waar Benny de stier is? Ja, daar is hij! Daar is hij! Daar is hij! Daar is hij! Ben je helemaal klaar voor de race? Het is mijn eerste race ooit. Ik hoop dat ik hem uit kan rijden. Zoe heeft helemaal geen speelgoed. Echt zielig. Denk eraan. Geef het nooit op. Nooit opgeven, hè? Ja. We zijn in Bruntingen. Onder Pieter. Optreden. Goed genoeg. Sinterklaas!
Wil bieden, bellen, slapen, maar dat had het dan geen zin. Dacht alleen maar aan mijn schoenen, man. Lukt het? Ben je een poepa? Nee, niet poepa! Niet poepa! Nee! We zijn klaar in Brunsum met de optreden. Er waren echt super veel mensen. Heel veel kids kwamen allemaal naar Sinterklaas kijken en naar alle Pietjes. De dames hebben het ook echt onwijs goed gedaan. Zoe heeft het super goed volgehouden. Ze heeft denk ik iets van 2 uur suite in de wagen gezeten. En daarna is ze eigenlijk alleen maar rond aan het rennen. Zoals nu nog steeds. Gaat het goed? Ja. En nu gaan we naar... Papa! Papa! En Zoe heeft even geslapen. Heb je lekker geslapen? Ja, lekker sausje. Ja? En nu gaan we. Kijk eens wat je hebt. Een shotje. Ja. Wat doen we dan? Proost. Proost. En de rest van de tafel. Papa ook proost. Proost. Proost allemaal. Op de elefant. Yay. Ja. Ja. Proost. Lekker? Zo wie lekker? Is die lekker? Eigenlijk de bedoeling dat je hem at, maar je mag best. Je mag ook zo. Omdat hij pas zo sterk is. Ik vind het denk ik wel lekker. Ja. Ik ook, maak ook uilen. Ik vind jou niet veel lekkere uilen. We hebben het heerlijk gegeten met de groep zoals je had gezien. Kevin is nu ondertussen naar een optreden van Fiorenza. En ik ben erachter gekomen dat hij geen auto heeft meegenomen. Dus ook waarschijnlijk geen sleutel van de dansschool. Terwijl hij zo meteen na het optreden meteen hier naartoe moet komen om daarna meteen naar de mondiaal te gaan. Dat kan dus niet, want hij komt niet binnen. Dus ik ga dat nu eventjes aan hem vragen. Ja? Ja, Kevin? Ja? Wat is jouw planning? Ik snap je niet. Jij, je gaat naar het optreden en dan kom je hierheen. Hoe kom je binnen? Oh, ik heb geen sleutel natuurlijk. Wauw. Ja, dan moet je de achterdeur even opladen. Is goed. Wat lief hè, wat goed dat ik eraan denk. Ja, wauw, echt geweldig. Geweldig. Wat zeg je dan? Dankjewel, schatje. Oké. Okay. Dankjewel, Brunsum! Dit zit in de vlog. Oké, okay, veel plezier, succes! Doei! We zijn nu op de locatie van onze boeking vanavond in Gravenvoeren, geloof ik. Hier is de tent. Oh, kijk daar! Hoort die bij ons? Nee. Ja. Ja, ik dans dus vanavond met Selina, die mij op de kop gaat geven, want ik moest nog naar de mondiaal om even spullen af te droppen. Hi, Jackie! Hi! Hi. Was je er al? Ik ben hier al een 3 uur. Dat is echt niet waar, ik denk 20 minuutjes. Heb je een leuke broek? Oeh, mooie billen ook hoor. Ja, mooie billen ook. Yeah! Heb je zin in? Ja, het ziet er leuk uit binnen. Ja, leuk hè? Het is ook echt super gezellig. Vorige keer was het echt leuk. DJ vroeg ook waarom wilde dansen. Waarom? Ja, wat zei je? Wie of EDM? Snap je? Wat zei je? Zij maakte maar een leuke mix van. Toen was leuks. Nederlandstalig, ja. Mooi in België ook gewoon. Klopt. Kijk, hier ingang artiesten. Oh, oké, okay. Goed ontvang zo. Ja. Ik ben nu aan het praten en niet aan het buik spreken. Kijk, als wij nou zo naar buik gaan, kijk, ja, zo. Wie is wie? Oké, okay, we zitten nou in de kleedkamer. We hebben de eerste ronde gehad. Dat was natuurlijk weer een lezen.
Maar binnen was zoveel rook dat je zag die laser zo goed. Het was echt super vet. Maar goed, we hebben dus geen gordijnen in de kleedkamer. Ze hebben Kevin en Sander gordijnen gemaakt. Wauw! Oh yeah! Hoe hebben jullie dat gedaan, jongens? We moeten eigenlijk een firma en een klussenfirma. Je hebt dus twee handdoeken voor de danseressen wel te bestaan. En je hebt tape voor de gordijnen. Gordijnen. En zo hebben wij hele mooie gordijnen. IKEA is er niks bij. En is het 4:30. We zijn weer terug naar op de dansschool. Morgen ben ik dus weer bij de Piepkesfeesten, want daar moet ik de herenzitting, mag ik gaan presenteren. Ja, dus het thema is kort en krachtig. Het is van 3 tot 5 uur. Ik moet zeggen, deze boeking was echt heel erg leuk. Die laatste ronde was echt een gekkenhuis. We hebben echt weer allemaal van die gekke dingen gedaan. De jongen die je dus zag in de kleedkamer was dus Thijs de Winter. Dat is de broer van Giel van Stuk TV onder andere. Ik kwam er eigenlijk achter omdat ik via Instagram een beetje contact had met Giel. En ik zei dat ik in Brunsum woonde. Ja, best wel veel mensen weten niet waar Brunsum is als je vaker in het noorden van het land bent. En hij zei dus, ah, daar wonen mijn oom en tante. Dus ja, op een of andere manier... Ja, had ik dat een beetje onthouden of zo, want het was echt 2 dagen terug. En dus vandaag zie ik zijn broer. En ze lijken ook echt een beetje op elkaar. En ik zeg dus, ja, ik kom uit Brunsum. En hij zegt precies hetzelfde, daar wonen mijn oom en tante. Dus toen, ja, toen legde ik die link, dus dat was wel gezellig. En ook wat foto's gemaakt, even gefacetimed, geprobeerd, maar Giel pakte er niet op. Dus wie weet een andere keer. Dat is in ieder geval echt heel erg leuk. Nu is het alweer 4:30. Ik wil echt nog even gaan douchen. Believe me. En morgen om 3 uur daar beginnen. Dus ik ga zo meteen lekker slapen. Ja. Dus ik zeg bij deze jongens. Again. Welterusten. Goedemorgen. Weer helemaal rise and shine met krullen. Alles erop en eraan. Ja. We zijn dus weer onderweg naar Voeren. Vandaag is daar de herenzitting die ik mag presenteren. En ik heb een leuk jurkje aan. Al zeg ik het zelf. Natuurlijk met hakjes en het is een kort en krachtig programma zoals de mannen zelf hebben gezegd. Over ongeveer 10 minuutjes zijn we daar, om 3 uur beginnen we. En zoals ik al zei, kort en krachtig programma, dus ik ben benieuwd. Mannen, ik kom eraan. En ik ben er weer op mijn vertrouwde plekje, Voeren. Superleuk! Dit heb ik
goed is, dat moet je houden. Wat niet goed is, moet je wegdoen. Maar ik zie wel een jongen lang doen. Dus dat is een vrouwenliefste. Dus misschien wel een hier is voor u, Bibi! Geduld, papa. Geduld? Ja, wij gaan nu even lekker wat eten. Ja, ik ben dus weer thuis geweest. Even gezet. En nu honger. Trek. We hebben geen honger, we hebben trek. Trek. Nou, ik heb honger. Oké. Okay. Heel erg honger. Maar jij mag dat. Ja. Maar ik heb altijd honger. Ja. Wij zijn lekker aan het eten. Gaan we daar beneden even spelen? Ja. Ja, eerst eten. Dikke lol hier. We zijn klaar met eten. We gaan lekker naar huis. Zoe douchen naar bed. En dan is het weekend weer voorbij. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet geen blauw duimpje te doen. En natuurlijk tot volgende week zondag 12 uur. Doei! Zoe? Doei! Blijf hier. Kom! Doei Zoe! Blijf hier! Blijf hier! Doei Zoe! Nee, nee! Ja? Nee, nee! Toch mee? Hier komt Jasje aan.